Het Slanshospitaal heeft vandaag feestelijk de nieuwe ruimte voor de afdeling radiologie in gebruik genomen. Het heeft ruim 6 maanden geduurd om de werkzaamheden af te ronden. Op de afdeling radiologie zal er met de modernste apparatuur worden gewerkt. We zijn met dit project eigenlijk vorig jaar januari begonnen. Toen hebben we de bestelling geplaatst voor het groot apparaat hier. Dat is een doorlichtingssysteem dat All Delft BV uit Nederland heeft geleverd. Het is een assemblage dat in Frankrijk zich heeft voltrokken, want je moet het apparaat op maat bestellen. En bij de bestelling bleek al gauw dat de hoogte van het plafond niet berekend was op de grootte van het apparaat. Dus daar moesten we dan weer bouwkundige aanpassingen plegen. Maar hier was er dus een apparaat uit een grant van de Japan Grant. Dat heeft jaren haar diensten bewezen, maar het is ook uit de tijd en uit de digitale wereld is dat niet meer te doen. Dus hebben we een hele moderne, sophisticated, bijna robotic doorlichtingssysteem hier staan. U ziet het, een Canon van Canon, All Delft. En dat hebben we hier vanaf september staan. En het heeft misschien 6 tot 8 dagen geduurd om te installeren. De totale samenleving zal van deze ruimte gebruik kunnen maken. Door de opknap zal de werksfeer voor zowel het verplegend personeel als voor de patiënten een positieve impact moeten hebben. De directeur gaat verder in op de komende ontwikkelingen die moeten volgen voor het Slanshospitaal. Dit is een onderdeel van de vernieuwing van de diagnostische faciliteiten. Het is een van de 11 speerpunten van ons beleid. En in het navolging van de afdeling radiologie zijn we dus al nu ver gevorderd met de uitvoering van het project vernieuwing van ons laboratorium. Daar hebben we dus de meeste apparatuur al gekocht. Een deel is al binnen en een deel ook van de koelkasten en de vriezer is er al opgeslagen. We moeten dus die afdeling verhuizen naar een andere locatie voor 6 maanden. En dan op de bestaande plek een totale nieuwe vernieuwde lab vanuit de grond te stampen. Met vernieuwing van ons beddenhuis. Ik zeg vernieuwing, het is reconditionering. We willen binnen de oude structuur toch die kamers vernieuwen. Het plafond omlaag, de wanden vernieuwen, vloerbetegeling. We hebben pas tweedehands gereconditioneerde bedden uit Nederland voor de eerste etage. Dat waren 50 bedden die we vorige week hebben geplaatst. De bedoeling is dat we ook de tweede etage voorzien van nieuwe bedden.